Dames en heren, welkom bij Vlaardingen TV. Vandaag beginnen we een serie over Oud-Vlaardingen. En waar kunnen we beter beginnen dan bij het Vlaardingse stadhuis? Ik sta hier met Harm-Jan Dutt, stadsarchivaris. Harm-Jan, we kennen het Vlaardingse stadhuis als een markant gebouw in het centrum van de stad. Maar vanaf wanneer is Vlaardingen nou eigenlijk? Officieel vanaf 1273, dat is het jaar waarin Vlaardingen stadsrechten kreeg van graaf Floris de Vijfde van Holland. Maar, dat is het oudste wat bewaard gebleven is. In die akte staat duidelijk dat Floris de Vijfde zegt dat hij die rechten geeft in de voetstappen van zijn voorouders. Dus meervoud, tenminste zijn opa. Dus de kans is heel groot dat al begin 13e eeuw, dus rond 1220, Vlaardingen al stadsrecht had. Zeker ook omdat Vlaardingen de belangrijkste stad van Holland was in de 11e eeuw. Dat weten veel mensen niet. En in de 12e eeuw heeft Vlaardingen zich ook flink ontwikkeld. En in de 13e eeuw krijgen ze dan extra rechten. Bijvoorbeeld dat je vrij mocht handelen zonder belasting te betalen aan de graaf. Dat je een eigen kermis, een jaarmarkt mocht organiseren. Allemaal dat soort dingen. Eigen rechtspraak. Dus daardoor ging de handel ook goed vooruit. En groeide de stad. Bij een stad hoort een stadhuis. En vanaf wanneer dateert nu dat Vlaardingse stadhuis? Dat moet een heel ingewikkeld antwoord worden. Want zoals het nu is, daar is heel veel aan vooraf gegaan. Er was dus een stad. Er was dus een plek waar de vroedschap, de stadsregering, zetelde. Wij weten niet precies hoe dat eruit zag. Daar zijn geen afbeeldingen van. Maar feit is dat hier op de plek waar we nu staan, we staan nu in de oude hal van het huidige stadhuis, dat hier al in de 14e, 15e eeuw een kleine ruimte moet zijn geweest. Vanaf de oudste afbeeldingen die we hebben van Vlaardingen kun je duidelijk zien dat in 1560, de tekening van Jacob van Deventer, dat hier dan al een klein gebouwtje staat met een torentje. En dat is echt het stadhuis. Maar goed, de meeste Vlaardingen weten denk ik wel dat er een grote brand is geweest. 2 juni 1574 is door de Geuzen, de strijdtroepen van Willem van Oranje die vanuit Schiedam hierheen kwamen, heel Vlaardingen plat gebrand. Tactiek van de verschroeide aarde, te voorkomen dat Alfa en de zijnen hier zouden komen vanuit Maassluis. Toen is ook de grote kerk hiernaast en het stadhuis helemaal in de as gelegd. Dat duurde zeg maar van 1574 tot 1580 dat men eigenlijk geen plek had. Ja, men vergaderde gewoon in een huis of zoiets. En dan zie je in 1580 in de stadsrekeningen en 1581 staan dat er geld wordt uitgegeven om deze plek weer op te bouwen. Maar ja, we weten niet precies wat daar nu nog voor delen in zitten. Dat zou heel goed kunnen dat in de fundamenten daar nog delen bij horen. En dan wordt het stadhuis eigenlijk te klein. En dan zie je in 1650, wanneer de zaken weer veel beter gaan, Vlaardingen voorspoed en welvaart krijgt, dat ze de boel gaan uitbreiden. En er wordt een pand ernaast gekocht en dan wordt er een gevel voorgezet. Dus eigenlijk is het niet helemaal een nieuw stadhuis, maar het is wel heel grondig verbouwd, allemaal binnenmuren uitgebroken. En dan krijg je eigenlijk aan de buitenkant, globaal, de vorm zoals we het nu zien. Eigenlijk één groot vierkant. Maar eigenlijk heeft men alleen een grote nieuwe gevel ervoor gezet. We zitten nu in de werkkamer van burgemeester Bruinsma. En we hebben een heleboel gehoord over de geschiedenis van het stadhuis. En nu iets over de beleving van het stadhuis. Hoe voelt het om hier te zitten in het stadhuis? Voelt dat als een werkpaleis? Voelt dat als een bestuurscentrum? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een prachtige plek om te werken. Daar zullen we het snel over eens zijn. Het is een prachtig gebouw op een hele historische plek. Ik heb uitzicht op de toren van de Grote Kerk en uitzicht hierachter op het Marktplein. Dus wat wil je nog meer? Maar het is ook een heel mooi en sfeervol stadhuis. Hoor ik ook altijd van bezoek wat hier langskomt. Goh, wat een mooie werkkamer heeft u. Dus het is een genoegen om hier, en ook heel functioneel, maar het is ook een heel groot genoegen om hier te mogen werken als burgemeester. Als je nu aan de buitenkant kijkt, dan denk je van, nou, dat is oud. En zoals we hier in de Oude Hal staan, denk je, dat is oud. Het heet niet voor niks Oude Hal. Nou, dat is niet zo. Zoals je het nu ziet hier binnen, is pas sinds 1956. De hele Oude Hal bestond helemaal niet. Waar we nu staan, hier was de kamer van de bode. Daar was een vestibule als je binnenkwam bij de grote poort. Hè, waardoor de trouwerijen binnenkomen.
Hier waren twee kamers van ambtenaren. En als je naar de balken kijkt, dan zie je ook een soort moed. Waardoor je kunt zien dat hier een gang was. Dus dit was geen hal, dit waren gewoon wat kamertjes. Hier vlak achter zat de burgemeester. En hieronder zat de politie, de wacht. En daarachter weer zaten de archieven, daar beneden in de kelder. Dus mijn voorgangers die zaten niet in Vlaardingen-Ambacht aan het plein Emaus, maar die zaten hieronder. Maar goed, als je nu aan de buitenkant kijkt, ook die gevelstenen, al die steentjes op de gevel, die zijn ook van veel later datum. In 1825 heeft men de hele voorkant gepleisterd. Dat was in die tijd mode. Alles werd weggewerkt, was helemaal strak. Was heel moeilijk in onderhoud. En na een paar jaar zag het er heel slecht uit. En pas in 1913 heeft men dat helemaal weer ongedaan gemaakt. Weer mooie steentjes er tegenaan gemetseld. Maar ja, dat waren eigenlijk gewoon rode baksteentjes. En dat is in 1956 bij de enorme restauratie, toen ook deze oude hal ontstaan is, heeft men weer nieuwe, mooie, zachtrode restauratiebakstenen er tegen gemaakt. En dat is dus nu het huidige aanzicht. Toen zijn ook die mooie luiken weer teruggekomen. In de Vlaamse kleuren nog niet. Dat was oorspronkelijk wel zo. Maar zoals het nu is, met die kleurtjes in die luiken, dat is pas weer een jaar of 20 zo. Dus eigenlijk is dit een samenraapsel van allerlei restauraties en veranderingen en aanpassingen. Waardoor het nu toch een historisch aanzicht heeft. Dat is wel grappig, want ik denk dat de meeste Vlaardingers dat absoluut niet weten. We hebben het gehad over de geschiedenis van het Vlaardingse stadhuis. Kunt u iets zeggen over hoe de toekomst van het Vlaardingse stadhuis eruit ziet? Nou, het stadhuis bestaat al honderden jaren. En ik hoop dat het nog honderden jaren als het bestuurscentrum zal fungeren. Dat betekent dus dat de leden van het college van BNW hier zullen zetelen en dat de raad hier zijn vergaderingen zal hebben en de commissies natuurlijk ook zullen worden gehouden. Maar het betrekkelijk nieuwe gebouw hierachter, het stadskantoor, daar zouden we wel graag iets nieuws voor willen maken. Dat ziet er ook qua onderhoud niet zo goed meer uit. Maar wat ook een heel groot voordeel zou zijn, is dat alle diensten daar samengevoegd worden tot één gemeentelijke organisatie. Nou, dat hoop ik nog mee te maken, dat we dat plan concreet kunnen realiseren. En dan komt er misschien ook wel een hele mooie verbinding tussen dit oude gedeelte en dat nieuwe gedeelte. Daar moeten we dan nog maar eens goed over nadenken. Maar dit blijft wat mij betreft het bestuurscentrum van Vlaardingen. Zoals gezegd is deze ruimte dus eigenlijk in deze vorm nog maar 52 jaar oud. Dat geldt ook voor die glazen loodramen die we hier zien. Die zijn toen gemaakt met de wapens van Vlaardingen, Vlaardingen-Ambacht, Babberspolder en Zouterveen van rechts naar links. En hier aan deze kant, daar zie je ook uit die tijd vier afbeeldingen. Helemaal links van handel en nijverheid. Dan de visserij. Hier de hoorn des overvloeds van de landbouw en veeteelt. En dan rechts zie je gewoon het stadsgebeuren met de kerk. En vrouw Justitia, die rechts spreekt, die staat ook hierboven op het gebouw. Nou, dan hier tussenin een heel fraai schilderij van Gerard Kallenburg. Dat is vice-admiraal. Niet in Vlaardingen geboren, maar in Willemstad. Maar wel heel lang in Vlaardingen heeft hij gewoond. Is ook lid van de vroedschap van de stadsregering geweest. Dit is een replica van het originele schilderij wat in het Rijksmuseum, wat van het Rijksmuseum is, maar wat in het stadhuis in Willemstad, zijn geboorteplaats, hangt. Hier zien we rondom rederijkersblazoenen. Het zijn houten borden die de rederijkers meenamen als hun embleem. Als ze een landjuweel hadden, een wedstrijd in dichten, in muziek maken, toneelspelen enzovoorts. Die hangen allemaal hier van het landjuweel wat in Vlaardingen in 1616 is geweest. En die heeft men hier toen achtergelaten. Dan zien we hier een heel grote kaart. Die is eigenlijk eigendom van het stadsarchief waar ik dus werk. Het bestaat uit 25 delen. Op het stadsarchief hebben we precies dezelfde, maar dan in atlasvorm. En hier zie je dat aan elkaar gemaakt is. Dit is het hele Delfland, waarin hier links onderaan Vlaardingen ligt. Het is nog pas in 1999 helemaal gerestaureerd en weer in een nieuwe lijst gevat. Hier zat vroeger de deur vanuit de gang naar de raadzaal. Hierachter lag de toenmalige raadzaal, wat nu trouwzaal is. Kijk, dat is hier. Maar ook deze entree, ook al zit er dan het leeuwtje boven van 1657, is dus eigenlijk, historisch gezien nep. Dit dateert ook van 1956. Dan hangt hier in het midden van de hal een mooie eeuwenoude kroonluchter. Die komt notabene uit een kerk in Londen in Engeland.
Daar hingen 8 kroonluchters, waarvan de 7 van Engelse makelij waren en 1 van Hollandse. En toen men midden van de 20e eeuw eindelijk dan die 8e Engelse kon verwerven, toen was die Hollandse over en die heeft Vlaardingen toen gekocht. Dus bij de restauratie, toen de oude hal ontstond, is deze hier opgehangen. Nou, zo hebben we een hele ronde gemaakt door de oude hal, waardoor je een heel ander beeld krijgt dan dat je zou denken.